Vooraf enkele afkondigingen. DV volgende week woensdag hoopt voor te gaan dominee De Zoet. En bij de uitgang wordt er gecollecteerd. U mag ook een gift overmaken. Wij verwachten onze hulp alleen van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij samen gaan zingen uit Psalm 93, de versen 1 en 4. Psalm 93, de versen 1 en 4. De Heere regeert, de hoogste majesteit, bekleed met sterkt, omgord met heerlijkheid, bevestigt de aard en houdt door zijn hand dat schoon gebouw onwankelbaar in stand. En het vierde, uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Al wat gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. De heiligheid is voor uw huis, o Heere, eeuw uit, eeuw in, tot sieraad en tot eer. 1 en 4 van Psalm 93.
Met de kerk van alle eeuwen doen wij nu belijdenis van ons heilig, algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof. En een ieder van ons spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, den Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. Thank you.
U vindt de schriftlezing voor deze avond in het eerste boek Koningen en wel het 17e hoofdstuk. 1 Koningen 17. En wij vinden daar Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. En Elia, de Tisbiet, van de inwoners van Gilead, zeide tot Achab: zo waarachtig als de Heere, de God Israëls, leeft, voor wiens aangezicht ik sta, indien deze jaren dauw of regen zijn zal, tenzij dan naar mijn woord. Daarna geschiedde het woord des Heeren tot hem, zeggende: ga weg van hier en wend u naar het oosten en verberg u aan de Beekrit die voor aan de Jordaan is. En het zal geschieden dat gij uit de beek drinken zult, en ik heb de raven geboden dat zij u daar onderhouden zullen. Hij ging dan heen en deed naar het woord des Heeren, want hij ging en woonde bij de Beekrit die voor aan de Jordaan is. En de raven brachten hem des morgens brood en vlees, desgelijks brood en vlees des avonds, en hij dronk uit de beek. En het geschiedde ten einde van vele dagen dat de beek uitdroogde, want geen regen was in het land geweest. Toen geschiedde het woord des Heeren tot hem, zeggende: maak u op, ga heen naar Zarfat, dat bij Sidon is, en woon al daar. Zie, ik heb daar een weduwvrouw geboden dat zij u onderhouden. Toen maakte hij zich op en ging naar Zarfat. Als hij nu aan de poort der stad kwam, zie, zo was daar een weduwvrouw hout lezende. En hij riep tot haar en zeide: haal mij toch een weinig water in dit vat dat ik drinken. Toen zij nu heen ging om te halen, zo riep hij tot haar en zeide: haal mij toch ook een beetje broods in uw hand. Maar zij zeide: zo waarachtig als de Heere uw God leeft, indien ik een koek heb, dan alleen een handvol meel in de kruik en een weinig olie in de fles. En zie, ik heb een paar houten gelezen en ik ga heen en zal het voor mij en voor mijn zoon bereiden, dat wij het eten en sterven. En Elia zeide tot haar: vrees niet, ga heen, doe naar uw woord, maar maak mij voor eerst een kleine koek daarvan en breng die bij mij hieruit. Doch voor u en voor uw zoon zult gij daarna wat maken. Want zo zegt de Heere, de God Israëls: het meel van de kruik zal niet verteerd worden en de olie der fles zal niet ontbreken tot op de dag dat de Heere regen op de aardbodem geven zal. En zij ging heen en deed naar het woord van Elia. Zo at zij en hij en haar huis vele dagen. Het meel van de kruik werd niet verteerd en de olie van de fles ontbrak niet, naar het woord des Heeren dat hij gesproken had door de dienst van Elia. En het geschiedde na deze dingen dat de zoon deze vrouw, der waardin van het huis, krank werd. En zijn krankheid werd zeer sterk, totdat er geen adem in hem overgebleven was. En zij zeide tot Elia: wat heb ik met u te doen, gij man Gods? Zijt gij bij mij ingekomen om mijn ongerechtigheid in gedachtenis te brengen en om mijn zoon te doden? En hij zeide tot haar: geef mij uw zoon.
En hij nam hem van haar schoot en droeg hem boven in de opperzaal waar hij zelf woonde. En hij legde hem neder op zijn bed. En hij riep de Heere aan en zeide: Heere mijn God, hebt gij dan ook deze weduwe bij de welke ik herberg zo kwalijk gedaan dat gij haar zoon gedood hebt? En hij mat zich driemaal uit over het kind en riep de Heere aan en zeide: Heere mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem wederkomen. En de Heere verhoorde de stem van Elia. En de ziel van het kind kwam weder in hem, dat het weder levend werd. En Elia nam het kind en bracht het af van de opperzaal in het huis en gaf het zijn moeder. En Elia zeide: Zie, uw zoon leeft. Toen zeide die vrouw tot Elia: Nu weet ik dit, dat gij een man God zijt en dat het woord des Heren in uw mond waarheid is. Laten wij nu het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heere, u hebt het ons geleerd dat alle dingen mogelijk zijn voor degene die gelooft. Als we tot een berg zouden zeggen, wordt in de zee geplant en we zouden het geloven, dan gebeurt het. Geef ons allen voor het eerst of opnieuw vanavond ogen van geloof en een hart wat gelooft. Want anders zullen we hier voor niets zijn, nog erger. Dan zullen we uw woord niet geloven. Want dat is het ergste wat er is. Dan maken we u tot een leugenaar. En iets gruwelijkers bestaat er op de aarde niet dan ons ongeloof. Wil ons daar allen van doordringen, Heere. Want u bent het zo waardig om geloofd te worden. Om verheerlijk te worden. U bent de waarheid, u doet de waarheid. Er zijn geen grenzen aan uw macht. U bent oneindig veel groter, u kunt oneindig veel meer dan wij kunnen bedenken. En u hebt het zelf gezegd, Heer Jezus. Dat is nu voor de wijze en de verstandige verborgen. En dat wordt aan de kindertjes geopenbaard. Zodat zelfs een klein kind van God kan zeggen: Mijn Vader kan alles. O, geef ons de ware kennis van u. En wil dat verdiepen, vermenigvuldigen in onze zielen. Want dat begint waar u begint. En dat eindigt nooit meer. Want dat is het eeuwige leven. Als onze ziel dorst naar God, de levende God, als wij met niets en niemand meer te vervullen zijn dan met God drieënig, als we eeuwig ongelukkig zullen zijn, tenzij wij het mogen weten, mijn zonden al en zonder tal zijn mij om Jezus wil vergeven. Dat is het ware leven. Dat strekt zich uit naar u. Dat is het eeuwige leven. Dat hebt u verdiend, Heer Jezus. Dat deelt u uit, helemaal om niet. We hoeven niets te hebben, niets te zijn. We mogen komen zoals we zijn. En u doet alles. U geeft alles. U bent alles. En u krijgt dan ook alle eer. En dat is het doel van alles. Uw naam moet eeuwig eer ontvangen. Heere, u kent een ieder van ons persoonlijk. Als wij nog dood zijn, maak ons levend. Dat mogen wij van u verwachten. Niet omdat er in ons iets zou zijn
waarom dat zou kunnen, integendeel. Maar omdat u goed bent, omdat u het beloofd hebt, omdat u het verdiend hebt, omdat u het zelf zegt en de doden zullen horen, de stem van de Zoon van God, en die ze gehoord hebben zullen leven. Omdat u vijanden met uzelf verzoent, Christus is voor ons gestorven, toen wij nog vijanden waren. En dat is het grootste wonder in het leven van uw kerk. Als een vijand met God verzoent, ik zocht u niet, u zocht mij. U bent de eerste, u bent de laatste, u bent de liefste. Ach, wil zo ook vanavond uw kinderen voedsel geven. Want als het goed is, hunkert onze ziel naar een blijk van uw gunst, naar een kus van uw lippen. Want als we dat ooit hebben geproefd, kunnen we niet meer zonder. Dan schreeuwt het altijd in die leegte, als u zo ver weg lijkt, als we het weer zo verzondigd hebben. Ai, zoek uw knecht, schoon hij uw wetten schond, want hij volhardt naar uw geboden te horen. Heere, wil vanavond zorgen voor uw eer, want dat is het doel, daar gaat alles om. Niet ons, o Heere, niet ons, maar uw naam zij eeuwig lof en eer. U leert het ons toch bidden, Heere Jezus, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde, alzo ook vanavond hier in Achterberg, een voorsmaak van de hemel, een ogenblik van zoete rust aan uw voeten, even uitgetild en opgetild, boven alle strijd en moeite uit, de koning te zien in zijn schoonheid, en dan het heimwee wat het hart vervult, om daar te zijn, waar u bent, Heer Jezus, waar de zonde niet is, waar de duivel niet is, waar de goddeloze niet is, waar de heilige engelen volmaakt uw lof bezingen, waar de geesten der volmaakt rechtvaardigen eeuwig aan u genoeg hebben, waar u toekomt wat u verdient, uit u, door u en tot u, zijn alle dingen. Heere, als we dat leven kennen mogen, wil het versterken, wil het verdiepen, maar wil ons ook alles afnemen wat niet voor u bestaan kan in die grote dag, zodat we eerlijk gemaakt door en voor u mogen verschijnen, niet met onze eigen gerechtigheid, maar bekleed met de klederen des heils en de mantel der gerechtigheid door u zelf omgedaan. O Heere, neem zo een ieder van ons apart hier, maar ook zij die thuis met ons verbonden zijn. Ook als de ouderdom daar is, de avond van het leven, geef uitzicht, levende hoop, een teer verlangen, een zalige wetenschap. Maar na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Want dit leven is toch maar een ogenblik. Het is maar een damp die zo voorbij is. En als we ervoor staan, geloven we het vaak niet. En als we erachter staan, moeten we het erkennen. O Heere, ontferm u over een ieder van ons hier en thuis verbonden. We dragen in bijzonder ook meneer en mevrouw Vink aan u op. Onze broeder die hier altijd is en graag is met zijn vrouw nu corona. Heere, u mocht nog wonderen willen doen. Hen genezing willen schenken, maar bovenal nader en dichter aan u verbinden. Want elke ziekte heeft een boodschap. Bereid uw huis, want gij zult sterven. En als we dan mogen ervaren wat eens een van uw kinderen mocht zeggen: gij hebt mijn ziel liefelijk omhelst en al mijn zonden achter uw rug geworpen. Wat was die man blij dat hij ziek geweest was, want het was goed voor hem verdrukt te zijn geweest. Geef het ook hen, Heere. En ook als mevrouw Vink nog een operatie moet ondergaan die nu uitgesteld is,
Ach, u mocht het alles wel willen maken, naar lichaam en ziel, zodat ze zich mogen overgeven aan uw volmaakt wijze leiding. Heere, gedenk aan een wereld in nood. Wij mogen hier nog in vrede samen zijn, maar zoveel van onze medemensen zijn van huis en haard verdreven, miljoenen, en andere leven in acuut levensgevaar. En wat onderscheidt ons? Alleen uw goedertierenheid. En de zonden en de ongerechtigheden vermenigvuldigen. We maken ons als land en volk en natie rijp voor het oordeel. O Heere, doe ons uitzien naar uw komst. Doe ons acht geven op de tekenen der tijden. En geef ons genade om met de wijze maagden bereid te zijn. Want zij die gereed waren, gingen in tot de bruiloft. Mag zo uw woord en kracht van u tot zaligheid zijn. Wil ons bedienen uit uw volheid in het prediken. Opdat alles mogen zijn uit u, door u en tot u. Om Jezus willen. Amen. Gemeente, met de hulp van de Heere willen we u deze avond het woord van God bedienen. Naar aanleiding van het hoofdstuk wat wij samen hebben gelezen, 1 Koningen 17. En dat hoofdstuk betrekken we bij de prediking, maar we leggen de nadruk op de versen 17 en 18. 1 Koningen 17, waarbij we de nadruk leggen op vers 17 en 18. En het geschiedde na deze dingen, dat de zoon deze vrouw, der waardin van het huis, krank werd. En zijn krankheid werd zeer sterk, totdat geen adem in hem overgebleven was. En zij zeide tot Elia: wat heb ik met u te doen, gij man God? Zijt gij bij mij ingekomen om mijn ongerechtigheid in gedachtenis te brengen en om mijn zoon te doden? Wij zetten boven de preek van deze avond een aangrijpend sterfgeval. Ieder mens hier en thuis verbonden weet: ik ga sterven. Toen wij gedoopt zijn, zijn vanavond gelukkig wat kinderen ook. Hebben jullie nog niet bewust gehoord, kinderen? Maar in ons doopformulier staat het zo: dit leven, het welk toch niet anders is, dit leven, toch niet anders dan een gestadige, dat betekent een voortdurende dood. Voel je het zo? Dit leven is het niet. Dit leven is een dood. Daarom hebt u, hebben wij nodig een nieuw leven. Een eeuwig leven. En dat ontvangt u op het ogenblik dat je opnieuw geboren wordt. Als Christus door het geloof in je hart geboren wordt. Hij is het leven. Hij geeft het leven. En dan leef je. Moet ineens denken aan die jongen van 15 jaar. Die had nooit zin om naar de kerk te gaan. Maar hij moest. En wat hij vaak deed: ze gingen naar een grote kerk. Dan ging hij met zijn vrienden zogenaamd. Maar als hij dan uit het gezicht van zijn ouders was, dan glipte hij de kerk weer uit. Maar een keer had hij dat niet gedaan. En toen preekte de prediker zo buitengewoon ernstig, dat zelfs hij moest luisteren. En hij preekte over deze woorden. En een iegelijk die de Heer Jezus Christus niet lief heeft, is een vervloeking.
toen hij aan het einde van die zeer bewogen dienst zijn handen al had uitgestrekt om de gemeente te zegenen, trok hij zijn handen terug en zei hij diep bewogen: hoe kan ik een vergadering zegenen waarin zoveel vervloekt zijn, omdat ze mijn zaligmaker niet liefhebben? En zelfs die onverschillige jongen was nog enkele dagen onder de indruk, maar het ging over. Dat is erg, hè? Als je indrukken hebt, soms voornemens hebt, en het gaat over. Die jongen werd oud, heel oud. Op zijn 100ste verjaardag was hij nog zo sterk dat hij nog volop op het land kon werken. Maar op zijn 100ste verjaardag liep hij een eindje het bos in. Op een grote boerderij in Amerika. En hij ging op een omgevallen boomstam zitten. En hij dacht: nu ben ik 100 jaar vandaag. En toen kwam ineens heel zijn leven terug. Hij zag zijn kinderjaren. En hij zag zichzelf weer zitten in die kerk. En hij zag als het ware die oude bewogen prediker zijn handen terugtrekken. Hoe kan ik een vergadering zegenen waarin zoveel zijn die door God vervloekt zijn? En op datzelfde ogenblik voelde hij: ik ben door God vervloekt, want ik heb 100 jaar God getergd en de zaligmaker verworpen. Sloeg naar binnen. Hij werd schuldenaar voor God, viel op zijn knieën en ontving vergeving. Zo is God. Zo is God, gemeente, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die uw leven verlost van het verderf, hoeveel, hoe lang u ook hebt gezondigd. Hij is 117 jaar oud geworden en op zijn grafsteen eenvoudig heeft hij laten bijtelen: hier rust die en die. Geboren toen, gestorven toen en daaronder. Hij heeft 17 jaren geleefd. Dan leef je. Als Christus je leven is. Anders leef je niet. Een aangrijpend sterfgeval betreft hier een kind. In de eerste plaats, wanneer? En het geschiedde na deze dingen. Daar is dus heel wat aan vooraf gegaan. En daar gaan we ook op in. In de tweede plaats, wie? Dat de zoon deze vrouw, der waardin van het huis, krank werd. En zijn krankheid werd zeer sterk, totdat geen adem in hem overgebleven was. En in de derde plaats, waarom? En zij zeiden tot Elia: wat heb ik met u te doen, gij man Gods? Zijt gij bij mij ingekomen om mijn ongerechtigheid in gedachtenis te brengen? En om mijn zoon te doden? Om mijn ongerechtigheid in gedachtenis te brengen? Een aangrijpend sterfgeval. Wanneer? Wie? Waarom? Wij gaan eerst nog samen zingen, gemeente, uit Psalm 77. Ik zal het er nu bij zeggen, de versen 6 en 8. Psalm 77, de versen 6 en 8. Zou God zijn gena vergeten, nooit meer van ontferming weten? Heeft hij zijn barmhartigheen door zijn gramschap afgesneen? En het achtste heilig zijn, o God, uw wegen?
Niemand spreken uw hoogheid tegen. 77, vers 6 en 8. Thank you.
Gemeente, u weet misschien wat Elia betekent. Weten jullie het, kinderen? Elia. Mijn God is de Heere. De ouders van Elia hebben hem kennelijk en heel bewust die naam gegeven. In een tijd dat het dienen van de Heere streng verboden was. U weet misschien dat in de boze tijd van Achab, Obadja, de hofmeester, 50 profeten verstopt had en in het geheim onderhouden. Elia moest dus als kind heel de dag, elke dag, vele malen horen. Want als ze hem riepen, hoorde hij, ja, wij horen Elia. Maar hij hoorde, mijn God is de Heere. Kom eens. Als zijn moeder hem riep, als zijn vader hem nodig had, als hij ging werken, als hij bij vrienden was en ze noemden zijn naam, dan hoorden ze, mijn God is de Heere. En dat in een tijd dat de Heere grotendeels was afgezworen, net als in onze tijd. En in ons land en in onze samenleving. Dus dat was iets bijzonders. Tegenwoordig zou men makkelijk zeggen, mag je dat een kind wel aandoen? Want hij moest natuurlijk al als kind de smaadheid van Christus dragen. Gelukkig kind. Wij weten verder niets van zijn kinderleven. En ook niets van zijn bekering. Dat is ook dus niet het allerbelangrijkste dat wij dat weten. Maar wij weten heel duidelijk en heel zeker, en dat is het belangrijkste, dat hij een oprecht kind van God was. En dat hij niet alleen de naam had, mijn God is de Heere, maar dat hij ook de zaak had. En dat dat in zijn leven helder uitkwam. En daar gaat het voor ons ook om, hè, gemeente. Het gaat vanavond natuurlijk niet over Elia in die zin. Het gaat vanavond over ons. Hoe onze verhouding persoonlijk met God nu is. En hoe wij leven in deze tijd, in deze wereld. Of wij geestelijk één zijn met Elia. Of niet. Want de kerk van Christus van alle tijden, dat is één familie. Zij hebben allen één vader. Zij zijn allemaal uit God geboren. Zij hebben allemaal één moeder. Jeruzalem, dat boven is. Het welk ons aller moeder is. Zij hebben allemaal één doel. Zijn naam moet eeuwig volmaakt eer ontvangen. Dit volk heb ik mij geformeerd. Ze zullen me lof vertellen. Hier nog ten dele. Hier nog in zwakheid. Ook dat is in het leven van Elia wel gebleken.
Ik ben nog maar alleen overgebleven. Ze zoeken mijn ziel. Heere, neem mij maar weg. Ik kan er niet meer tegenop. Maar u is die dat allang, allang, eeuwig volmaakt te boven. Toen zijn liefste hem halen kwam, met vurige wagen en paardens, en naar de hemelse bruiloft heeft geleid. Ja, er is maar één volk op deze wereld, gelukkig. Dat is Gods ware volk. Heb u dat al gezien zelf? Voel je dat ook echt zo? Zolang ik niet oprecht een kind van God ben en dat niet van God zelf echt weet, ben ik diep en diep en diep ongelukkig. Dat is niet uit te drukken hoe ongelukkig een mens zonder waarachtig geloof is. Dat is zo oneindig vreselijk. Je zou geen nacht meer kunnen slapen. Je zou geen hap meer moeten kunnen eten. Er is niets in je leven wat zo urgent is, wat zoveel haast heeft, dan je waarachtige bekering. Elia, mijn God is de Heer. Wie is jullie God? Geef nou eens antwoord. Mijn God is de Heer. Het is van 2-1. Als het de Heer niet is, echt. Wie dan wel? De duivel. Is de duivel ook kerks? Ja. Is die ook rechts? Ook. Is die ook degelijk? Zeker. De duivel heeft 1000 vermommingen. Links, rechts, christelijk, niet-christelijk, moslim, hindoe, noem maar op. Van alles verzint hij. Hij verandert zichzelf als een engel van het licht, gelijk ook zijn dienaren doen, zegt de Heer. Maar als het waar is, lieve vrienden, mijn God is de Heer, dan is de Heilige Geest in je ziel. Dan boetseert hij je naar het beeld van God en maakt hij je klaar voor de eeuwige heerlijkheid. En ben je hier een vreemdeling op de aarde. En moet je tegen de stroom in. Ja, gelukkig hebben wij geen vervolging. Gelukkig. Hebben u daar geen last van? In de wereld zult gij verdrukking hebben. Werd er iemand uitgezonderd? Nee. Zij hebben mij gehaat, zij zullen ook u haten. Even een ondeugende vraag. Hebben jullie al eens iemand gewonnen voor de Heer Jezus? En ben je daar bewust mee bezig om dat te doen? Dat is de hoogste daad van naastenliefde. Als Christus door het geloof in onze harten woont, willen we niet alleen zalig worden. Dan gunnen we de duivel er geen een. Elia. Ja, hij moest tegen de stroom in. Het was op zijn leven gemunt. Ook dat moeten wij niet vreemd vinden. Er zijn natuurlijk tijden in ons eigen vaderland geweest dat Gods kinderen gemarteld en gedood werden. Dat is nu niet het geval. Moeten wij daarnaar verlangen? Ik zeg niet dat wij daarnaar moeten verlangen, maar we moeten ons wel eens afvragen. Zijn wij wel goede soldaten van Christus? U en ik. Doen wij het rijk van Satan wel voldoende afbreuk? En zeggen wij onverminderd en met volle kracht op alle plaatsen waar God ons stelt in het leven: zo zegt de Heere. Zo zegt de Heere. Daar komt alles tegenop. Wij leven in een tijd, en we doen daar helaas ook in onze kringen steeds meer aan mee. Wij vinden, wij zijn van mening, het is naar ons gevoel zo. Onze mening is helemaal niet belangrijk. Ons gevoel nog minder. Er geldt maar één zaak, zo zegt de Heere.
Mijn God is de Heere. Ja, en nu is het op zijn leven gemunt. Dus de haat en de vijandschap van de duivel komt daarop af. Die wil die mond stoppen. Als u een levend getuige bent op uw werk, in uw gezin, dan zal de duivel er alles aan doen om uw mond te stoppen. Of als u in het openbaar, in gemeenteraad of staten-generaal of staten, waar ook. Ja, daar mogen we er nog vrij vooruit komen. Als je maar niet zegt, zo zegt de Heere. Voor u, voor jou. Je mag zeggen, ieder mag zijn mening hebben. Maar dat krachtige woord, zo zegt de Heere, dwars tegen Agab in. Dwars tegen de heersende moraal in. Dwars tegen al die afgodendienst in, waar hij een streep door haalde. En nu moest hij dus vluchten. Nou, vluchten. De Heere wees hem een plaats. Het was natuurlijk geen wilde vlucht, want de Heere zei, ik wil jou verbergen. Helemaal alleen. Dat is een van de zaken die ons ook zo opvallen in het leven van Elia. Hij was zo vaak alleen. Bijna alles wat wij van hem lezen, is hij alleen. Behalve voordat hij gaat sterven, dan ziet Elisa, zijn opvolger, hem ten hemel varen. En er zijn ook geschiedenissen waarin hij dat ook zelf zo voelde, maar hier niet. Aan de beek Krit had hij het goed. Want waar de Heere is, en wij met eerbied gezegd, van hem mogen genieten. Mijn God is de Heere. Eén ding weet ik, dat God met mij is. Dan kunnen we ook alleen zijn, want we zijn het niet. Ik moet ineens denken aan dat prachtige vers van Lodestein. Dat in mijn jonge jaren door Gods genade mij zo aansprak. En daarom weet ik het nu nog. Heilig, eenzaam, met God gemeenzaam. Hier en komen geen onvromen. Hier komt ook geen vrome bij. Groot nog kleine, maar alleen ik en Heer Jezus, gij. Aan de beek Krit. Alleen met God. Even rust. Ze konden hem niet vinden. Hij was in de schuilplaats van de Allerhoogste. En daar ben je veilig. Daar alleen. Verder nergens. En de raven kwamen om hem vlees te brengen. En water kon hij drinken uit de beek Krit. God zorgt voor zijn kinderen. Toen en nu. Geloof je dat? De Bijbel staat toch vol, gemeente, met bewijzen van de almacht en de liefde van God drie enig. En de trouwe zorg voor zijn kinderen. Ook de raven moeten hem gehoorzamen. God had ze geboden, staat er hier. Viel het u op bij het lezen? God heeft die beesten geboden. Hij beschikt over alles, over hemel en aarde. Maar ja, dan houdt het op. Wij kunnen Gods wegen nooit nagaan. En Gods wegen zijn wonderlijk. Dat hebben we samen ook gezongen. Heilig zijn, o God, uw wegen. En als we ouder geworden zijn en terugkijken, we mogen door genade iets weten van het leven met God, kunnen we dat alleen maar beamen. Niemand spreken uw hoogheid tegen. En dan moet hij dus naar Zarfat. U weet, de mensen in Nazareth werden daar een keer vreselijk boos over.
toen de Heer Jezus voor hen predikte in hun synagoge, in hun kerk. Er waren vele weduwen in Israël, maar tot geen van hen werd Elia gezonden dan tot de weduwe te Sarfat. En toen wilden ze hem zelfs doden. Die vrije gunst van God. Dat God met het zijne mag doen wat hij wil. Daar komt een vroom mens tegenop. Als alle verdienste en waardigheid aan de kant van het schepsel totaal wordt weggevaagd. En redding puur, puur alleen. Vrije genade van een drie-enige God is. En die vijandschap moet gebroken. Daar gaat Elia. En de Heere heeft kennelijk ook aan haar kant gewerkt. Want er staat, ik heb een weduwvrouw geboden, daarbij Sarfat, dat zij u onderhouden. Sommigen denken dat die weduwvrouw dat zelf niet wist. Maar dat God aan Elia bekend maakt dat hij die vrouw voor hem bestemd heeft. Ik ben zeer meer geneigd om te denken, om het gewoon te nemen zoals er staat, dat de Heere zegt, ik heb een weduwvrouw geboden. Dus dat de Heere op zijn heilige, heerlijke wijze haar bekend heeft gemaakt dat ze bezoek krijgt. En dat ze voor Gods knecht Elia mag gaan zorgen. Maar wat gebeurt dus? Als Elia uiteindelijk komt, dan is ze aan het eind. Nog zo'n beetje meel, nog zo'n beetje olie en dan nog wat hout sprokkelen en dan de laatste koek en dan de dood. Einde. Laat God het dan zo ver komen? Laat hij dan altijd onze eigen mogelijkheden eerst ophouden? Ja, gemeente, zo laat God het altijd komen. Maar hij komt nooit te vroeg en nooit te laat. Hij komt precies op tijd. Als zij alleen nog maar de dood voor ogen is, ziet, dan is daar de dienaar van God. En in hem komt God zelf. Dat staat mooi hè, in het formulier om predikanten te bevestigen. Ik weet niet of u dat wel eens onthouden hebt. Daar staat ook deze zin. Weet dat in hen God zelf u aanspreekt. Dat als God een geroepen, door hem echt geroepen dienaar, tot u zendt, dan komt hij in zekere zin zelf. Elia gaat dus heel Israël voorbij. En hij komt bij deze heidense weduwe. En daar is niets in die weduwe waarom dat zou kunnen. Maar dat is de vrije genade. Waarom mogen wij vanavond hier zitten? Waarom hebben we niet gezegd, het is te warm? Omdat God het wil. Omdat God zijn heilig dierbaar woord aan u vanavond kwijt wil en aan jou. Dat is al zo'n wonder als God tot een mens komt. En als je gaat beseffen wie je zelf bent en wat je verdiend hebt, dan ga je echt wel een beetje op die tollenaar lijken. Die stond van verre achter in die tempel. Heere, ik durf haast niet. En toch kan ik niet wegblijven. Ja, en dan gaat deze vrouw geloof oefenen. Maak mij een koek, zegt Elia. Van het laatste. Moet ze dat ook nog kwijt? Dat moet ze ook nog kwijt. Want als ze die koek gemaakt heeft, is er niks meer over. Jawel, gemeente, dan is alles over. Dan is de macht van God over. Dan is de belofte van God over. Dan is de liefde van God over. Als u alles kwijt bent, als u niks meer hebt in uzelf, dan is daar die gezegende Heer Jezus die alles heeft en die alles doet en die alles heeft verdiend en die alles volmaakt in uw ziel. Als u niks meer over hebt, dan houdt u alles over. Maar niet meer in uzelf, maar buiten uzelf, alleen in hem.
En dan klinkt daar het woord van leven, zo waarachtig als de Heere leeft. Die olie zal niet verminderen. En dat meel ook niet. En dat gelooft ze. En daarvan leeft ze. Is dat het geloof wat zalig maakt? Nee. Niet. Dit is een wonder. Dat heeft betrekking op haar lichaam. Haar voedsel. Dit is een wonder dat redt haar voor dit leven. Kan zijn, o gemeente, dat mensen heel veel geloof soms hebben als het gaat over tijdelijke dingen. En dan is daar het grote gevaar dat je daar iets van maakt wat het niet is. Een gebedsverhoring. Je was ziek, dodelijk ziek. Je hebt zo gebeden en je werd beter. Is dat niet fijn? Is dat niet mooi? Jawel. Maar dat is niet zaligmakend. Je zat in nood, in geldnood. En je bent wonderlijk uitgeholpen. Je hebt je nood voor God neergelegd. En de Heere hielp. Is dat niet groot? Jawel, gemeente, dat is wel groot. Maar daar kan je wel mee leven. Maar daar kan je niet mee sterven. Als je dat onderscheid maar goed in de gaten houdt. De kinderen Israëls in de woestijn leefden elke dag van het manna wat uit de hemel viel. Van het wonder. Puur wonder. En de eerste keer hebben ze dat natuurlijk zo gezien. Dat is een wonder. Dat zoveel mensen elke dag gevoed worden met brood uit de hemel. En een poosje later, onze ziel walgt van dit zeer lichte brood. Want nu gaat er wat gebeuren. Ze hebben het goed samen. Ze leven uit de hand Gods. Ze leven van het wonder Gods. Ze heeft een knecht van God. Mag ze herbergen boven in de opperzaal. Zij woont met haar jongen beneden. En terwijl in Israël duizenden van honger omkomen, mag zij leven van het wonder van God. Ja, dat is wel heerlijk. En dat is wel heel bijzonder. Maar niet zaligmakend. Want nu komt de dood. Heel onverwachts. Want daar reken je dan niet op. Ze had al zoveel meegemaakt. Ze had haar man al verloren. Ze was een weduwe. Nog niet een oude weduwe. Want het kind was nog vrij jong. En nu wordt haar kind ziek. Ach, ze zullen vast wel gebeden hebben. Want dat doe je toch. Als je kind ziek wordt. En erg ziek wordt. En steeds erger. Het lijkt erop dat dat kind het erg benauwd heeft gekregen. Er was geen adem meer in hem. En dat is ontzettend smartelijk. Als je ziet dat je kind het zo benauwd heeft. En dat het maar erger en erger wordt. Ja, dan ga je wel bidden. Uw wil geschieden. Dat is moeilijk. Dat is moeilijk. Dat is een worsteling. Heere, red mijn kind. Elia, wil jij ook voor hem bidden? Misschien heeft ze dat wel gedacht. Daar zijn we van nature wel toe geneigd. Ik heb toch een man Gods in huis. Maar als die gaat bidden, die heeft het toch gezegd, zo zegt de Heere. Het zal 3 jaren en 6 maanden niet regenen. Totdat ik het zal zeggen weer. Zijn woord heeft toch kracht? Bij God heeft die kracht. Mis. Mis. Wij kunnen soms ook onze hoop op een kind van God stellen.
God haalt alle hoop in ons leven weg. Op mensen. Op onszelf. Op onze eigen goedheid. Alles weg. Want er is geen redden aan. Deze vrouw zit met een dood kind op schoot. Bidden hielp niet. Haar gebed niet. Elia's gebed niet. Elia weet er ook geen raad mee. Die grote man. Die grote man was helemaal niet groot, gemeente. Die grote man moest ook voelen, ik heb niks. Ik ben niks. Ik kan niks. Ik ben totaal afhankelijk van wat God mij schenkt. Uit de volheid van Christus. Elia kan helemaal niet bidden. Kunt u het wel? En zijn gebeden, als hij het gedaan heeft, helpen dus niet. Kind is dood. En misschien dat er onder ons zijn. Daarom probeer ik het ook. Ik weet zelf ook wat het is. Een dood kindje. Dan zou je wel wensen, als die oogjes dicht zijn voorgoed, dat ze opengaan. En die lipjes gesloten zijn voorgoed. Dat ze weer opengaan. Er zijn weinig dingen in het leven van een mens zo smartelijk dan een dood kind. Eerst haar man gestorven. En nu haar enige zoon gestorven. En nu heeft ze niets meer. En niemand meer. Smartelijk. Erg. Toch één ding, gemeente, is nog erger. En ik hoop dat u dat in uw eigen leven door genade hebt ontdekt. Of zult ontdekken. Een man verliezen, een kind kwijt, maar God kwijt. God kwijt. Die breuk tussen God en je ziel. Die schuld die er ligt tussen God en jou. Dat is ontzettend veel erger. Want daar moet iedereen zelf achter komen. Want deze ziekte en deze dood hebben een oorzaak. En als ziekte en dood in ons leven komen, gemeente, wil God ons bij die oorzaak brengen. Want daar moeten we allemaal naartoe. Als we zo ziek zijn en we worden zo wonderlijk genezen, wat kunnen we blij zijn? Je mag blij zijn. Maar de dood komt toch. De dood komt eraan. Er is niets zekerder dan dat wij heel spoedig staan voor de rechterstoel van Christus. Dat wij de eeuwigheid binnengaan, eeuwig. Eeuwig buiten. Als je hier God kon missen en wel beter wilde worden, altijd maar beter worden en nooit echt gered. Daarom komen de ziektes. En daarom komt de dood. Om u, om mij, om jullie voortdurend te waarschuwen. Want uitreddingen redden niet.
tijdelijke weldaden, hoe groot ze zijn, ze redden niet. Ze hebben van het manna gegeten, staat er, gemeente, maar ze zijn omgekomen in de woestijn vanwege hun ongeloof. En nu deze vrouw, deze moeder, is eronder. Dat is ook iets, als je eronder mag komen. Als je aan Gods kant mag komen. Ik hoorde eens van een moeder. Die moest in vrij korte tijd 3 kinderen verliezen. En toen ze haar eerste kindje wegbracht, mocht ze door genade zeggen: de Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de naam des Heere zij geloofd. En toen ze haar tweede kindje wegbracht, zei ze niets. Ze zweeg, goden, stil. En toen haar derde kindje uitgedragen zou worden, ging ze op de kist zitten. En balde ze haar vuist naar de hemel. En deze krijg u niet. Het was een kind van God. En God brengt zijn kinderen op hun plaats. God breekt de opstand. En de Heere geeft zichzelf. Waarom worden wij ziek? Barmhartigheid. Waarschuwing. Waarom zijn wij omringd van de dood? Waarschuwing. Aansporing. Haast u om uw levens wil. Want de tijd is kort. Het is nog maar even. En de rechter staat voor de deur. Man God, wat heb ik met u te doen? Dat klinkt niet zo lief. Dat klinkt nogal cru. Ze leefden zo in vrede samen. Samen van het wonder van God. Meel en kruik, geen dood, geen honger, leven. En nu, haar dode kind. Wat heb ik aan die man God? Waar ben je eigenlijk voor gekomen? Je hebt het leven beloofd. En nu zit ik met een dode kind. Zijt gij bij mij ingekomen om mijn ongerechtigheid in gedachtenis te brengen? Dat moeten we nog een keer lezen. Zijt gij bij mij ingekomen om mijn ongerechtigheid in gedachtenis te brengen? Het leek zo mooi. Leven uit Gods hand, leven van het wonder. Leven met Gods knecht. Maar haar ongerechtigheid, uw ongerechtigheid, mijn ongerechtigheid, waar zijn die? Vergeten zonden zijn geen vergeven zonden. Weggeduwde zonden zijn geen verzoende zonden. Wij hebben allemaal maar één probleem, vrienden. Dat is onze ongerechtigheid. Onze ongerechtigheden. Want daar komt nou levensgroot op deze vrouw af. Staat in de schuld bij God. En nu de dood gekomen is, komt dat op haar ziel af. Alles komt terug. Alles komt boven. Gelukkig. Gelukkig. Als u niet meer verder kunt met uw ongerechtigheden. En daar gebruikt God menige keer ook een ziekbed voor. Als de dood op u afkomt en u bent niet verzoend,
En u bent nooit echt in vrede met God gekomen. En u weet persoonlijk niet echt wat vergeving is. En wat vrede is met God. Wat heb je dan nog? Al heb je een prachtige zaak, al heb je een mooi gezin. Wat heb je dan nog? Als je schuld voor God nog open staat. En wat is het een oneindige zegen. Als God wegen met je gaat. Van ziekte. Van dood. En die hij gebruikt. Om je te laten zien hoe het echt met je is. Dat gebeurt hier. Bij deze vrouw. Haar ongerechtigheid komt in gedachtenis. Zij weet niet van verzoening. Zij weet niet van vrede met God. En daar komt het nou juist op aan, lieve vrienden. En daarom bent u hier vanavond, om dat te horen. Als u nog niet verzoend bent. Als uw ongerechtigheid verstopt is. En als u geen vrede hebt met God. Ik hoor iemand vragen, het is een goede vraag. Hoe weet ik dat? Eigenlijk zou iedereen dat moeten weten. En ook in het pastoraat is er geen vraag die mij vaker gesteld is. Hoe weet ik het dan zeker, dominee? Dat weet u alleen als u het ontvangt. Als u als een schuldig verloren mensenkind aan de voeten van de Heere ligt. En als alles u ontvalt. En u weet, ik heb maar één zaak nodig. O God, wat kan het zuchten en schreeuwen in een mensenziel. En dan gebeurt het. En hij ging af, de tollenaar, naar zijn huis. Gerechtvaardigd. Als de Heere het oog van uw ziel dan richt op zijn eigen lam. Op zijn eigen zoon. En u door het geloof mag ontvangen in uw hart. Ik voor u, daar ge anders de eeuwige dood had moeten sterven. En dat door Gods dierbare geest diep wordt afgedrukt in uw ziel. Hij droeg mijn zonde weg. Dan heb je geen zonde meer. Als je ze kwijtgeraakt bent aan de Heer Jezus, dan heb je geen dood meer. Dan heb je geen hel meer. Dan heb je God terug. Mijn ziel dorst naar God. De levende God. En dan ben je zo gelukkig. Dan kan je ook alles en iedereen missen. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. Hebben vrede bij God. Door onze Heer Jezus Christus. Kunnen we dat vasthouden? Nee, maar hij houdt het vast. Waar hij zijn genade en vergevende liefde in uw hart geschonken heeft, kan het gevoel daarvan weggaan. Kunnen er tijden in ons leven komen dat we moeten zeggen met Job, ga ik voorwaarts, ik zie hem niet. Ga ik achterwaarts, ik bemerk hem niet. Kunnen we soms door diepten heen geleid worden waarin onze ziel weer schrijdt. Vergeef mij al mijn zonden, die uw hoogheid schonden of met een David. Geef mij weder de vreugde van uw heil. En toch blijft hij dezelfde. Bergen zullen wijken, heuvelen zullen wankelen. Maar mijn goedertierenheid
zal van u niet wijken, zegt de Heere, uw ontfermer, vergevende liefde, verlossende liefde, uitzicht, hoop, heimwee, om daar te zijn waar God alles is, in allen. Elia, geef mij uw zoon, geef mij je dood. Elia mag hier een type en een voorbeeld zijn van Christus. Geef mij je zoon, geef mij je dood. Geef het alles maar aan mij over. Ja, gemeente, dat is de enige weg. En een andere weg is er niet. Zo staat de zaligmaker ook deze avond als het ware voor ons. Geef mij je dood, geef mij je nood, geef mij je schuld. Want hij is zo bereidwillig om te ruilen. En een betere ruil kan je nooit doen. Als je al je zonden en je schulden aan hem mag kwijtraken. En zijn gerechtigheid uit genade mag ontvangen. En zo hoop en uitzicht op het eeuwige leven. En zo achter hem aan mag gaan. Door de strijd van dit leven heen. En dan straks eeuwig en volmaakt mag meezingen. Zo zullen wij de schapen uwer weide. In eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden. Amen. Laten we dat nu samen zingen, gemeente. 79, vers 7. Laten we nu met dankzegging eindigen. Heere, uw goedheid is hemelhoog. Uw barmhartigheid is oneindig. En uw liefde om zondaren zalig te maken is onuitsprekelijk. Dat laat u zien in uw liefdesgeschenk, uw enige geliefde zoon. Dat laat u ervaren door God de Heilige Geest
Christus, verheerlijkt in mijn hart. Vrede door zijn bloed. En u schept het verlangen om volmaakt en eeuwig uw lof te ontvouwen. Hier in beginsel nog zo weinig. En daarom des te meer begeerig om met onze woonsteden, die uit de hemel is, overkleed te worden. Mag dat de vrucht zijn van de prediking van deze avond, Heren, dat zondaren uw heerlijkheid hebben gezien en dat arme verloren mensen schuilen in uw bloed en wonden, Heer Jezus. Want het is uw liefste werk om zondaren zalig te maken. Heb ootmoedig dank voor wat u gaf. Vergeef ons genadig wat niet was naar de reinheid van uw heiligdom. Wil ons veilig geleiden naar onze woningen en ons klaarmaken voor onze eeuwige woning. Alleen om Jezus wil. Amen. Psalm 103, vers 2. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. 103, vers 2.
Ontvangt nu de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.